Dit is een land van extremen. Dat kan je hele functioneren beïnvloeden, deze kou. Dat is enorm zwaar, je door die sneeuw heen zien te worstelen. Het is echt onvoorstelbaar. We zijn met 4 mensen van de brigade Utrecht hier in Noorwegen om de politiedienst te doen voor de mariniers die hier aan het oefenen zijn. De politiedienst houdt in dat wij aangiftes opnemen, aanrijdingen behandelen, verkeer helpen over te steken. En wij zorgen ervoor dat het allemaal vlekkeloos verloopt en dat iedereen weer goed thuis komt. Wij zijn vaak op de weg hier en ook wij kunnen overvallen worden door weersomstandigheden waardoor wij moeten kunnen overleven. Je leert zoal hoe je moet omgaan met het weer, met de verandering van het weer, hoe je je moet kleden, hoe je je voeding moet gebruiken op de momenten dat je in nood komt. Maar ook om uit de elementen te komen, bijvoorbeeld uit de wind te gaan staan of een goed onderkomen bouwen, een tent hebben, bewegen. Goedemorgen. Het je verplaatsen in de sneeuw kost heel veel energie. Je kunt hier met gewone schoenen niet lopen. Je moet je op laplanders of op skis verplaatsen. Er zijn heuvels, er zijn dalen, diepe sneeuw, minder diepe sneeuw. Het is echt onvoorstelbaar. Wij komen hier toch elk jaar met 4 collega's die elkaar kennen van het werk. Maar dan zit je niet 24 uur bij elkaar in dienst. En aan het begin van deze termijn zo'n oefening doen, dat geeft een enorme boost in je club. Dus het is eigenlijk wel een teambuilding, deze cursus. Het is op zich niet lastig om vuur te maken hier, want de lucht is veel droger dan in Nederland. Als het onderkomen gebouwd is en je maakt een vuurtje, dan word je zo gelukkig van. Dat geeft je warmte, dat geeft gezelligheid en dat rondt de dag mooi af.